Nou, de laatste school in de rit is scholengemeenschap Spieringshoek. Caroline van den Berg zorgt voor de klassen 1 en 2. Caroline, wat is er vandaag nog te beleven? Nou, we hebben vandaag ons open huis. Dat betekent dat eigenlijk alle ouders, leerlingen van groep 7 en groep 8 bij ons op school lekker de school kunnen komen bekijken. Rondjes kunnen lopen, lesjes kunnen volgen, rondleiding kunnen krijgen. Ja, echt de school even van binnen proeven en zien. Eventjes de nodige informatie. Wat is dit voor school? Wat bieden jullie voor onderwijs? Nou, wij zijn een school voor HAVO en VWO, dus ateneum en gymnasium onderwijs. En als enige in de regio zijn we ook een technasiumschool. En we bieden ook nog een sportklas. Even over die technasium. Dat technasium, dat is een apart gebouw. Vertel, wat is dat voor bijzonders? Nou, we hebben een technasium gewoon bij ons in de school. Maar we hebben wel een echt speciale technasium werkplaats. Waar leerlingen eigenlijk opdrachten krijgen van echte bedrijven. Of het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen. En dan moeten zij hebben een probleem. En onze leerlingen worden gevraagd om daar een oplossing voor te bedenken. En dat kan op de computer, maar ze kunnen ook maquettes maken. Dus sociaal, maar ook een beetje technisch. Van oorsprong zijn jullie een katholieke school. In hoeverre wordt er nog wat aan gedaan? Nou, wij zijn een open katholieke school waar iedereen welkom is. Dus als je, het maakt niet uit waar je in gelooft, of je wel gelooft, niet gelooft. Iedereen is welkom. En wat je er nog aan merkt is dat we eigenlijk misschien de waarden en normen nog hoog in het vaandel hebben staan. We vieren Pasen, we vieren Kerst. Maar we doen ook vooral nadenken over de medemens. Dus ook zorgen dat we met een vaste actie bijvoorbeeld geld ophalen voor het goede doel. Even over de ouders, de rol van de ouders. Wat vinden ouders belangrijk voor een middelbare school? Nou, ik denk dat ouders het belangrijk vinden dat het onderwijsaanbod passend is bij hun kind. Dat de school duidelijkheid biedt, rust, structuur, regelmaat. Want het leven van een puber dat staat soms al erg op z'n kop. En ik denk dat wij daar altijd als school goed aan voldoen. En dat ze het ook heel fijn vinden, dat krijg ik in ieder geval terug van ouders, dat onze school goed bereikbaar is. Dus als ze iemand willen spreken of mailen, dat er ook snel reactie op komt. En dan natuurlijk de vervolgvraag. Wat vinden kinderen vooral belangrijk, de leerlingen van de komende tijd? Ja, dat vind ik altijd een beetje een moeilijke vraag. Maar wat ik altijd terugkrijg is dat leerlingen bij ons op school altijd heel fijn en gezellig vinden. Dus dat de sfeer onder leerlingen altijd heel fijn is. Dat ze bij docenten terecht kunnen als ze een vraag hebben. Dat ze huiswerk kunnen maken bij ons op school als ze dat thuis een beetje soms lastig is. Ja, en dat het gewoon dat ze lekkere vrienden en vriendinnen maken en dat ze een leuke middelbare school schooltijd hebben. Ik denk dat dat voor alle leerlingen als je 12 bent, dat heel belangrijk is. Even over dat brugklasjaar wat komt. Betekent dat alle leerlingen dezelfde vakken krijgen? In principe krijgen alle leerlingen dezelfde vakken bij ons op school. Behalve als je dus kiest voor het gymnasium, dan krijg je het vak Latijn er extra bij. Als je kiest voor het technasium, dan krijg je het vak onderzoek en ontwerpen extra. En bij sport krijg je naast gewoon gym ook nog het vak extra sport. Dus dan krijg je 2 uurtjes extra sport. Nou, en dan de actualiteiten. Jullie worden geconfronteerd met kinderen die niet meer zo goed kunnen rekenen en leerlingen die niet meer willen lezen. Hoe pakken jullie dat op? Ja, nou, dat is helemaal goed gezegd en dat is ook hartstikke waar. Wij bieden natuurlijk, net als alle andere middelbare scholen, hebben we extra aandacht voor de basisvaardigheden. Wij hebben modules hier op school, bieden wij aan onze leerlingen aan, dat noemen we taalchamp. Dus leerlingen die het wat moeilijker vinden om te lezen, gaan we eigenlijk extra uitdagen en motiveren om wel te lezen. En we hebben rekenchamp, dus leerlingen die dat rekenen wat lastiger vinden, krijgen extra modules rekenen aangeboden door onze rekendocenten. En dan natuurlijk het gedeelte bijles is ineens weer hot, want bijles zou alleen maar voor rijke kinderen zijn. Hoe pakken jullie dat probleem aan? Ja, dat heb je ook goed opgevangen inderdaad in de media. Nou ja, wij hebben eigenlijk onze deuren altijd voor iedereen open. Dus in onze Spieringzoekuren kunnen kinderen altijd extra les en uitleg krijgen bij de vakdocenten. Ze kunnen daar ook huiswerk maken. En na school kunnen ze altijd bij ons langer op school blijven om in een speciaal studielokaal voor klas 1 en 2 ook gewoon rustig onder begeleiding huiswerk te maken en te leren. En dan tenslotte de sociale samenleving, want kinderen zitten gewoon in een maatschappij. De school is een deel van de maatschappij. Lastig om kinderen van nu een beetje normen en waarden bij te brengen? Nee joh, dat is toch hartstikke leuk. Dat hoort er gewoon bij. En ja, weet je, dat we te maken krijgen met zaken die buiten gebeuren of in de wereld gebeuren. Ja, daar zijn we als school voor om dat goed te begeleiden en om met de leerlingen over in gesprek te gaan. Maar dat is eigenlijk het allerleukste van het onderwijs. Van de kleine mensen grote mensen maken die lekker wereldwijd de wereld snappen, laat ik het zo zeggen. En ook voorbereid zijn om straks een hbo of een universiteit te betreden en daar kritisch over de maatschappij mee te kunnen praten en denken.
Je bent zelf een leerling geweest van Spieringhoek. Je werkt er nu. Wat zijn jouw leukste herinneringen? Oeh, dat is wel een lastige. Nou, ik heb een heleboel leuke herinneringen. Vooral heel veel warme herinneringen aan de pauzes hier. In deze aula, maar ook buiten. Het kamp in klas 2 en de buitenlandse reizen die ik heb gemaakt. Dat zijn wel echt ankermomenten die voor mij altijd goed in mijn geheugen gegrift zijn.